Hoi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video van mij van dit jaar, 2022. Ik heb niet extreem veel gefilmd dit seizoen, terwijl het eigenlijk een supermooi jaar is geweest. Mede omdat het vorig jaar zo enorm regenachtig was en dit afgelopen jaar in Nederland heel erg warm, is het extreem interessant, althans vind ik, om het met elkaar te gaan vergelijken. Wat zijn mijn conclusies na 2 jaar tuinieren op stroobalen? Die wil ik graag met jullie delen in deze video. Als je nou al meerdere video's van mij hebt gekeken en geïnteresseerd zijn in het onderwerp, doe mij dan een gunst alsjeblieft en abonneer je op mijn kanaal. Doe een duimpje omhoog, want op die manier ziet het algoritme van YouTube dat het een interessante video is. Op die manier worden andere mensen ook geattendeerd op deze video en kan je misschien anderen inspireren om ook deze methode te gaan toepassen. Mijn conclusies na 2 jaar stroobaaltuinieren. Leuk dat je kijkt. Ja, deze zomer. Een prachtige warme zomer. Althans, om tomaten te kweken. Tjonge jongen, wat was het een jaar waar ik vorig jaar een rij buiten had staan zonder dit prachtige gebouwtje, deze constructie om me heen. Die hebben natuurlijk gebouwd dit jaar. Ik heb al mijn tomaten vorig jaar moeten weggooien. Tomatoes, tomatoes, tomatoes. Rood wie die liebe en rood wie mijn mond. Tomatoes, tomatoes, tomatoes. Twijfel zit als je de spoon. Maar tomaten? Wauw. Echt briljant. Ik heb momenteel, ja, ik zit hier naast een basilicumplant en hier achter mij staat nog een paprika, of een aantal paprika planten althans, hun laatste vruchten te rijpen. Van de tomatenplanten die ik hier in de kas had staan, dat waren er 13. Staat er nu nog eentje, dat is een cherry tomaat. Die is nog best gezond, produceert nog steeds bloemetjes. Het weer is nog niet extreem slecht, dus ik heb hem nog gewoon laten staan. In de tuin buiten, in mijn vorige video, dacht ik een bananenhoed te hebben geplant. Ik ben ondertussen erachter gekomen dat het een millefleur is. En mijn theorie over de zaadjes die gemengd waren, die moet haast wel kloppen. Want ik heb geen millefleur zaadjes besteld. Dus. Maar goed, tomaten, top dit jaar. Bijzonder is, vorig jaar, in het hele natte jaar, had ik hele enorm goede wortels. Dit jaar vind ik dat wel tegenvallen. Pompoenen waren vorig jaar een vreselijk drama. Dat werd helemaal niks. Geen pompoenen in mijn tuin. Dit jaar heb ik, er staan in ieder geval 6 stuks binnen en er zijn er nog een aantal aan het afrijpen. Dus die gaan dus weer heel erg goed. Bieten gaan heel goed dit jaar. De koolsoorten in de basis ook. Even los van het ongedierte wat erop afkomt. Maar Allah, dat heb je in een normale tuin eigenlijk ook. Mijn stokbonen. Eigenlijk net als vorig jaar. Top. Super goed gegaan. Mijn stambonen. Eigenlijk wat minder. Ik denk dat die het misschien op bepaalde momenten net wat te droog hebben ervaren. Een heel opvallend iets. Ik geef ze nog 1 keer een kans. Uien. Vorig jaar heb ik plantuitjes gepoot in stroobalen. En als jullie me al langer volgen, zoals jullie weten, doe ik dit nog maar 2 jaar in stroobalen. En de plantuitjes
van vorig jaar. Nou, dat was geen groot daverend succes. Dit jaar heb ik zelf uienzaadjes voorgezaaid in een tray. Zoals Charles Dowding doet in een multi-sowing techniek. Dus meerdere zaadjes in één celletje. Zoals jullie in de vorige video hebben kunnen zien, groeide dat heel grillig. De ene werd heel groot en de ander niet. Dat bleef uiteindelijk een beetje zo. Dat vond ik toch opvallend. Ik had uiteraard strobalen over van vorig jaar. Die heb ik in een oude leliebak gedaan en in een andere constructie. De restanten althans daarvan. Uiteraard losgemaakt zonder draden. Daarin heb ik aardappelen gekweekt. Ik heb knoflook erin gekweekt. Dat werkte fantastisch. Dus volgend jaar ga ik ook uien op die manier kweken. Als het dan niet werkt, dan ben ik geen fan van uien kweken in strobalen. Binnen heb ik een lijstje hangen waarin ik alles bijhoud met wat ik oogst. Over een paar weken ga ik alles bij elkaar optellen. Kijken wat de opbrengst van mijn strobalenmoestuin van dit jaar was. Mocht je willen weten wat de opbrengst van vorig jaar was, dan kan je kijken naar deze video. In mijn allereerste video die ik heb gepost op dit kanaal vertelde ik dat een van de voordelen van het tuinieren op strobalen is dat je er A+ compost aan overhoudt. Nou, ik wil het jullie laten zien. Dit is wat er overblijft als je 2 jaar, nou ja, anderhalf zeg maar 2 zomers, dus zeg maar 2 groeiseizoenen in strobalen kweekt. Dit is de prachtigste grond die er is. Vol voedingsstoffen, vol wormen. Het is gewoon, ja, briljant. Tot de volgende video. Bedankt voor het kijken. Bijna helemaal vergeten. Ik ga dit jaar nog een video maken over de meest gestelde vragen die ik tot nu toe heb gehad over het kweken in of op strobalen. Heb jij nou ook een vraag voor mij? Stel hem alsjeblieft hieronder in de comments. Dan kan ik jouw vraag meenemen in de volgende video. Ik heb al een kort lijstje. Maar alle vragen die je mocht hebben zijn uiteraard welkom en behandel ik graag in de volgende video. Tot dan!